Doordat Arjen Maathuis voor de VVD wethouder is geworden, kwam er een plek vrij in de gemeenteraad. Een oude bekende kwam terug op de plek. Willem Loupatti. Vorige raadsperiode ging hij van de Partij van de Arbeid naar de VVD. En met de laatste verkiezingen werd hij op voorkeurstemmen gepasseerd. Maar hij is terug. Hoe bevalt dat? Ja, heel erg goed. We hebben natuurlijk al wat voorbereidingen gehad, natuurlijk omdat we wisten dat een coalitieakkoord kwam en dat we ook een wethouder zouden gaan leveren. En ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben er weer klaar voor. 3 maandjes vrij gehad en nu ben ik er weer klaar voor. Ik dacht eerst van, nou, er komt er bijna zeker in. Maar toen gingen er een paar met voorkeurstemmen u voorbij. Nee hoor, ik stond op 6 stond ik en er ging er eentje voorbij met voorkeurstemmen. Ja, en dat is zo. Hè. De leden hebben hem op een plek gezet. De kiezer heeft gekozen en uiteindelijk betekent het nu dat ik 3 maanden later in de raad kom. En dat is mooi. Goed, gefeliciteerd en succes. Hartstikke bedankt.